Hoor ik je nou een hit of? Ik hoor iets. Oh jongens, dacht ik hier lekker rustig aan het water te zitten. Zit jij er weer? Hey! Ja, de groene kikker is weer terug. Hier, live beelden, hij wordt verkracht. Een hele goede morgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Oh jongens, het is 9:30. Ik ben onderweg richting Haarlem, want ik ga weer een keertje sporten bij Heden. Dus we gaan beneden en we gaan de auto in. Daar zijn we jongens, in het mooie Haarlem bij Healthy Bastards. Moet je nou eens eventjes kijken joh, hey, of niet dan? Niet! Mannen! Wat is dit dan? Ik wil sporten! Lekker! Hey! Jij zit tegen mij 9 uur. Wij zijn al klaar. Ik zie trouwens dit 9 uur. Leuk aan die jongens. Nou, dit was een geslaagde actie dit. Ja. Kijk hem even, hey. Godzidori. Goh, wat een krachtpatser is het ook. Heel goed, Vincent. Ik kan het wel. Ja. En omhoog. Heel goed. Braaf. Daar gaan we. Hij doet het nog één. Voor alle dames in de comments. Rate deze booty van 1 tot 10. Let's go. Oké. Later. Het is tijd voor Gamon. We gaan even gezond doen deze week. Zeg anders dat je gewoon een broodje kip gewoon zonder saus maakt. Volkoren broodje. De kip even uitduwen dat het vet eruit is. Kom, we gaan. Hit vrijdag 10 uur? Nee. Later! We lopen heerlijk in de stad in Haarlem, want we gaan naar Gamon. En ik ben denk ik al 2 maanden lang niet naar Gamon geweest. Kijk dan, deze winkel heeft verkeerd geschreven. Lichtblauw. Nee, dat klopt niet. Hoe lang ben jij al niet bij Gamon geweest? Lang geleden. Dat is lang geleden. Ja. Maar goed, dan gaan we maar eens even... Oh, de luifels zijn niet open. Godverdomme! Nou, even kijken, misschien is het gewoon vanwege de regen dicht. Oh, ik hoop het wel echt. Jij zegt het net nog. Gamon is altijd... Er is iets met Gamon. Gamon is gewoon af en toe gewoon dicht uit het niets. En dat maakt het ook zo speciaal. Het is gewoon een gokje als je erheen loopt. Nee, maar wat gaan we dan eten? Want ik wil echt dit. Ja, ik heb ook echt heel veel trek. Zo, ik zit nu op de zaak. Ik heb eventjes mijn vlog geëdit. Want straks dan ga ik hier om de hoek naar Keizer Sosse heen. Naar Boris. Hij is de producer zeg maar van het nummer wat ik als eerste wil uitbrengen. Maar Niek en ik die hebben uiteindelijk geen broodje kunnen halen bij Gamon. Helaas. Maar goed, dat was genoeg eten. Dus straks lekker naar de studio. Ik heb er zin in. Oh, wat de fuck is dit? Ik heb deed het een foutmelding. Oh jongens, hij is weer terug. Hij doet het weer. Ik had net even Stefan gebeld. En ik vroeg, joh, heb jij dit ooit gehad? Maar blijkbaar, ik had eerst de map geïmporteerd. En later had ik de naam veranderd. En dan weet Adobe niet meer waar die moet zoeken. Oké, goed. Ik ga hem nu even snel renderen. En dan ga ik richting de studio van Boris. Die is helemaal daar aan de achterkant van deze straat. En dan gaan we eventjes het nummer afmaken. Ik heb er zoveel zin in, jongens. Ik heb ook echt heel veel zin om het te gaan uitbrengen. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Naar de top, laat niet los, ik heb het vaker opgevokt. Kan niet zonder jou, dus heb het ook weer opgelost, yeah. Hoor ik je nou een hit of? Hoor ik je nou, ik hoor iets. Ik weet niet wat, hoor maar. Ja, nou jongens, we zijn nog steeds lekker bezig in de studio. En dit is de tweede track die waarschijnlijk uit gaat brengen. Die ik waarschijnlijk ga uitbrengen. En de eerste, die is ook al redelijk af, dus het wordt top. Zo jongens, ik zit weer in de auto en ik heb net lekker muziek gemaakt. We hebben 1 track soort van half afgemaakt, maar daar hadden we nog iemand anders voor nodig. En een andere die is hij nu aan het afmaken. De beat moet nog gedaan worden en de vocalen, dus mijn tekst. Maar dan zijn er wel weer 2 nummers af. En kijk, zie je ernaast rijdt. Ella! Ik vind het echt doodeng dat zij in de auto rijdt. Gatsidori. Maar goed, Ella die komt ook gezellig naar huis. En dan gaan we eventjes lekker eten, want ik heb trek. Oh jongens, ik zit nu weer net in de auto even die nummers te luisteren. En ik heb zoveel zin om het te gaan uitbrengen en dat jullie het kunnen horen. En ik ben zo benieuwd naar jullie reactie. Maar jongens, nu kan ik echt zeggen, de vorige keren zei ik van jongens, het komt eraan. Maar het komt er nu echt aan. We zijn nu bezig met videoclips. Dat ga ik ook allemaal nog filmen, maar... we zijn nu de videoclip aan het regelen, aan het afmixen, wat ik dus net deed. Gewoon zorgen dat alles helemaal staat voor Spotify, voor YouTube, voor alles. En dan gaan we gewoon knallen, jongens. Dan gaan we gewoon knallen! Volk! Hey. Volk! Gasten! 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 Hoe is het? Goed. Lang weg geweest. Ja, hè?
Hallo? Nou jongens, ik zei vorige vlog dat ik Ruben weg was, dus dat ik zelf moest koken. Nu is Ruben er weer en dan sta ik alsnog zelf te koken. Ezel? Er is daar blijkbaar iets gebeurd. Brandweer, ambulance en politieauto's bij die wijk daar. Maar geen idee wat er aan de hand is. Een hele goede morgen. Oh jongens, ik heb de laatste tijd als ik slaap een keer heel raar dromen, maar ook heel vaag. Dat ik dan wakker word en dat ik denk van, ik weet waar ik over heb gedroomd, maar ook weer totaal niet. Maar ook helemaal allemaal vage dingen met rare mensen en zo. Maar goed, ik weet niet hoe dat komt. Soms als je dan, je kan blijkbaar soms je dromen opzoeken, dan heeft het een betekenis of zo. Maar die voor mij die betekent helemaal niks. Oh, ik ga lekker onder de douche staan, want ik heb er echt zin in. En ik weet niet of meerdere mensen van jullie dat doen. Als jullie dat nog niet doen, is het echt een aanrader. Koud douchen. Niet de hele tijd koud, want ik snap dat wil je niet. Dat is gewoon te koud. Maar gewoon lekker douchen en gewoon lekker met warm water, lekker wassen, al die onzin. En daarna eventjes afdouchen met koud water. Dat is echt goed voor je, krijg je veel energie van. Dus dat ga ik even iets doen. Deze plant is trouwens echt ziek aan het groeien. Kijk, en ze groeien heel grappig. Het wordt eerst een hele lange stil. En zoals je ziet, op een gegeven moment gaat hij dan openklappen. En dan wordt het zo'n mooi groen blad. Nou, ik heb lekker water gegeven net, dus hopelijk gaat deze niet dood. Maar we doen het al best wel lang, sinds 9 februari. Toen heb ik hem gekregen en hij leeft nog steeds. Ik ben trots op mezelf. Wel fijn dat een vrouw in huis alles opruimt, hè, voor jou. Hoezo? Ik doe het zelf. Je moet gewoon zelf zien, toch? Ja, nee. Vang hem. Oké. Nee, want als hij breekt. Oeh, maar als hij breekt, maakt het toch niet uit. Want hij is gewoon. Hé! Hey! Oh. Hij kan tegen de muur aan. Man! Zullen we hem samen delen? Nee, ik hoef hem niet. Maar eet jij maar. Geniet er maar van. Het is zo lekker dat we gewoon nu weer een spiegel. Nou, ik wilde zeggen weer een spiegel in de gang hebben, maar we hebben nog nooit een spiegel gehad. Alleen dit is helemaal top, joh. Hey. Kijk, eerst gingen we altijd. Pardon. Eerst ging ik altijd zo hier bij dat dingetje van Willem in zijn kast. Chill dat we gewoon nu met z'n allen in de gang een spiegel hebben, dat als we naar buiten lopen, dat we nog even zo kunnen checken. Zo van, zien we er goed uit? Ja, oké. Dat we zo kunnen checken van, ja, zien we er goed uit? Is het allemaal perfect? Is het goed? Is het goed? Ja, het is goed. We gaan de deur uit. En dat is wat we nu ook gaan doen. Ik ga de deur uit en ik doe even een fit check. Mijn shirt is van Olaf, mijn broek is van Levi's en mijn schoenen zijn Yeezy's. Nou, kijk maar. Nou, goed, het is tijd om richting Haarlem te gaan. Oh, jongens, dacht ik hier lekker rustig aan het water te zitten. Zit jij er weer? Sorry. Ik kom ook niet van er af. Het is vreselijk. Jij was ook gezond aan het doen deze week. Of je ging vanaf maandag weer gezond doen, net als wat ik aan het doen was. Besef, Willem die zei nog in de vlog, we waren aan het sporten en toen zei hij tegen mij. Toen zeiden we van, ik ga even gezond doen, hè, vanaf maandag. En de eerste dag ben ik al uit eten geweest. Ja. En had ik alcohol gedronken. Oh, maar dan mag je echt niet. Nee, maar kijk, hier, ik heb een gezond sapje. En jij hebt slagroom. Ja, maar ik eet wel heel gezond. Ik ook. Ik ga niet uit eten. Ik at ook gezond. Ik had asperges, broccoli. Vlees, ja, hè, van mijn spieren. Maar goed jongens, we zijn even lekker een drankje aan het doen. Hè, dat was heel raar. Ik was net mijn auto aan het tanken. En terwijl ik aan het tanken was, sta ik gewoon op mijn telefoon. Weet je, dan ben ik gewoon even, weet ik veel, aan het appen of zo. En dan hoor je het klikje en dan voel je van, nou, hij is vol. Oké, dan kan hij eruit. Maar op een gegeven moment stopte hij ermee en ik hoorde geen klikje. Dus ik dacht, wat is dit nou? En ik had echt nog maar 20 liter in gegooid. Dus ik nog een paar keer proberen en hij doet het niet. Dus ik loop naar binnen, ik zeg zo van pompje 5. Alleen volgens mij is de 98 op, de benzine. Ze zegt, nee hoor, die is helemaal niet op. Ik zeg, dat is gek, want hij stopte ermee. Ja, ik heb hem uitgezet omdat ik op je telefoon zat. Dus ik dacht eerst, wat lult ze nou? Maar blijkbaar mogen zij hem dus uitzetten als ik op mijn telefoon zit terwijl ik aan het tanken ben. En dat heeft dan te maken met brandgevaar. Dat het dus, dat ze zeggen van ja, als je bijvoorbeeld aan het bellen bent en je hebt hem tegen je oren aan, dan voel je ook al dat de telefoon warm wordt en dan komen er kleine vonkjes vanaf. Geen idee, en dat kan dan in de benzine komen en dan is het gevaarlijk. Ik heb eigenlijk geen idee of dat echt, ja, of het nou echt zo gevaarlijk is, maar goed, als het de regel is het de regel. Dus toen zei ik van oké, nou sorry, ik wist het echt niet, mag ik alsnog wel even vol tanken? Toen heb ik het nog even vol getankt, dus we hebben geen probleem en we kunnen weer richting huis. Ik heb net iets raars meegemaakt. Ik stond bij het tankstation. Ik was aan het tanken. Ik gooide 20 liter in. En hij is leeg. Nou, die 20 liter was leeg. Ja. Maar dat was helemaal niet. Want ik loop naar die vrouw. Ik zeg, hij is leeg. Zegt ze, nee, hij is niet leeg. Maar je had je telefoon in je handen. Doe deze maar. Toen heeft ze hem uitgezet. Wist je dat het dus een regel is dat je gewoon niet met je telefoon mag tanken? Nou,
dan denk ik dat er heel veel Nederlanders zijn die daarom aangesproken worden. Ja, maar ik had geen idee. Ik stond daar. Maar zeg maar, blijkbaar kunnen er vonkjes van je telefoon afkomen wat dat dan in de benzine gaat of zo. Of magnetisch. Vergezocht. Ja, het is inderdaad vergezocht. Dat dacht ik ook al. Maar blijkbaar was het de regel. Maar goed. Gekkigheid. Ik wist het niet. Ik zit hier lekker op mijn kamer en mijn studiolampen staan aan en mijn microfoon staat hier. Want ik heb weer een demootje opgenomen, een klein stukje wat ik op TikTok ga zetten. En ja, ik vind het, ik weet niet, ik vind het de laatste tijd heel erg leuk om te doen. Dan ga ik gewoon, toevallig net hier heb ik gewoon iets bedacht. Gewoon even kijken, dit stukje zo. Ik wil dat je praat met mij. Kijk, dat soort stukjes ga ik dan gewoon opnieuw hierin zingen. En dat ga ik dan editen en dan krijg ik dit soort filmpjes. Ik wil dat je praat met mij. En die zet ik vervolgens op TikTok. Dus volg je mij nog niet op TikTok, doe dat dan eventjes. Ik heet Vincent X Visser. En als je nu toch ook bezig bent met mij volgen op TikTok en zo, als je nog niet geabonneerd bent, doe dat ook even. Ik zou het heel leuk vinden. We zitten bijna op de 180. Maar hoe vet zou het zijn als we op een gegeven moment gewoon naar de 200 kunnen. Dat is echt een beetje mijn goal nu. 200k abonnees. Dat lijkt me hartstikke vet. Maar goed, doe dat maar eventjes. Ga me even abonneren. Dankjewel. Zo jongens, ik sta eventjes buiten. Het is wel een beetje koud. En het waait, zoals jullie horen. Maar soms is het zo lekker om gewoon even buiten te staan. En al is het een beetje koud, is het gewoon lekker om gewoon even, voor je gaat slapen, frisse lucht halen. Een beetje voor je uitkijken. Ja, ik weet niet. Ik kom altijd een beetje tot rust. Maar goed, ik ga lekker mijn bedje in. En morgen weer een nieuwe dag. En gisteren ben ik laat gaan slapen. Want ik viel heel slecht te slapen, want ik had pijn aan mijn rug. Dus ik werd ook heel laat wakker. Ik ging volgens mij pas om 1 uur echt mijn bed uiteindelijk uit. Ik was al eerder wakker. Maar goed, morgen wil ik vroeg gaan sporten. Dus ik ga ook maar gewoon even vroeg mijn bed in. Dus ik spreek jullie morgen! Pieter! Hoe gaat het? Ben je wakker? Een soort van. Zeg eens even wat. Hallo? Zal ik eens even licht creëren? Hoe laat denk je dat het is? Als je mag gokken. Goedemorgen iedereen. Vincent had mij beloofd dat ik wakker mocht maken omdat we gingen sporten. Ben je klaar om te sporten? Ja, ik... Je ziet er wel fris uit. Riemen gaat ook mee. Ik had Nick gisteren ook nog een bericht gestuurd. Misschien gaat hij ook al mee. Nee, had hij die? Nou, waarom ik op mijn telefoon kijken? Kijk maar even. Zo, een hele goede morgen jongens. Willem die heeft mij wakker gemaakt. Want we gaan sporten. En Wim die komt altijd heel lief een koffietje brengen als hij me wakker maakt. Dus dat is wel top. Ik ga even een koffietje opdrinken rustig. En dan gaan we lekker sporten. Volgens mij is het lekker weer buiten, dus dat is top. Hey! Hey, goedemorgen! Jongens, goedemorgen! Ik lig in bed met een bakje koffie. En zo is het weer gewacht. Is het schijnt de zon weer, dan word ik vrolijk. En dan ben ik vrolijk. Ik ga sporten. Nou, begin maar, Vin. Ik was al begonnen. Ik wil eigenlijk even zeggen dat het gewoon gezellig in de kamer is, maar ik neem die woorden terug. Hoezo? Is het steeds gezellig, toch? Ja, het is gezellig, hoor. Het is gezellig in deze kamer, of je meedoet? Dat weten we niet. Nee. Stel dat je loser. Oké. Oh, even tik getrapt. Leuke vent ben jij. Gaan we ook de sauna heen? Ja. Ja, we gaan naar de sauna club. Hey. Hey. Dit is een lichtgewicht. Lichtgewicht 80 kilo. Yeah. Ik kom eraan. Hey. Doei. Wat een chaos deze ochtend, jongens. Iedereen is een beetje enthousiast. Ze zijn allemaal gek aan het doen. Gekke mannetjes. We zijn onderweg naar de sportschool. Ben je koud in je korte broekie? Maar ben jij ook een strijder? Jongens, het blijft wel lekker dat je gewoon op loopafstand van de sportschool zit. Daar is Health City. Dus we gaan weer eventjes trainen. Willem gaat weer zoals altijd rug en armen trainen. Dus, nee, maar dat... Nee, fuck jou. Ga lekker in je eentje trainen dan. Ja, ga ik ook doen. Hey, Riep. Hey, pinkies. Hij is verliefd, hè. Ik ga mijn rug en armen trainen. Vroeger was hij zo anders, hè. Vroeger zat hij nooit op zijn telefoon. Nee, is dat is raar, jongens. Zo maar. Kijk, als je nu zegt, Ruben. Huh? Ja. Hé, hey, ijdele ventjes. We moeten nog sporten, hè. Niet eerst sporten, dan in de spiegel kijken. Kom. Maar wat nou als een hele mooie apparaat staan? Jij zou het een keer van tevoren moeten doen. Ja, dat is goed. Nou, Ruub, dit is de eerste keer dat ik weer een keer met jou aan het sporten ben sinds dat je weer mag sporten vanwege je hart. En bevalt het al? Het bevalt. Maar weet je wat leuke is? Kijk, echte mannen die trainen samen. Kijk, dat is gewoon zo. Echte mannen trainen samen. En losers,
Kijk, losers, die gaan in hun eentje trainen. Wat is er? Huh? Wat zeg je? Nou, dat ik het goed vind dat je deze oefening nu aan het doen bent. Dank je. Echt goed. Dank je. Kijk, fijne training, hè? Succes, hè? Jij ook. Ja, nee, ik... Hè? Laat je wel even zien. Ik lig niet, hè? Kijk, doe maar even. Goed hoor. Ja. Goed hoor. Wat een binkie. Wat een binkie. Luister je naar K3? Wat? Luister je naar K3? Ja. Welk nummer? Oyalele. Dik. En hoe heet het andere nummer? Die biggetjes. Tot drie. Amerika of zo. Geen idee. Mijn Romeo. Is dit jouw standaard gymlijst? Dit is mijn afspeellijst als ik de gym in ga. K3, live. Mannen, het is tijd voor de sauna. Heel leuk. Zo jongens, wat een weertje. Wat een weertje. Jongens, elke keer als ik hier ga sporten heb ik het weer over die manager. Maar hij zei weer, see you tomorrow. Nou, ik weet al, wij gaan vanavond uit, dus... Dus gaan we morgen sporten? Dus morgen sporten wordt... Misschien serieus, hoor. Nou, oké, misschien dat we wel gaan. Ja, maar hij is dus gewoon, hij verstaat gewoon Nederlands, maar hij spreekt zeg maar Engels. Dus ik echt zeg zo, Minot. Minot. Dus je hebt een Engels cursus gehad. Ja, precies. Nee, ik weet niet, als ik dan snel iets moet zeggen, dan ga ik altijd zo, zeg ik altijd zulke rare dingen. Nou joh, Minot, nou hè. Zo, windje. Goed. We gaan even naar huis, gaan even omkleden en dan gaan we richting Oude Kerk. Eventjes lekker lunchen. Wat heb jij nou weer, joh? Ja, mijn zangstem. Oh, je zangstem. Je kopstem. Zo, bij het best hard, maat. Jezus. Hé, hey. Opslag wat. Ja. Ah, ik heb zand omhoog. Kijk jongens, net als de vorige keer. We hebben een golfslagbad. Wat een gekkigheid. Zieke windstoten weer vandaag. Lekker hè. Zonnetje en windstoten. Echte mannen gaan gewoon op de fiets. Lekker hè? Echte mannen en een elektrische fiets. Zo, vorige keer zat ik op die van jou. Hè? Huh? Nee, we gaan niet naar de super met de fiets. Fiets is zo'n fiets. Voor zijn fiets of voor fiets. Zo, vorige keer was ik op die van jou, die ging snel. Ja, dat is een binkie hè? Ja, echt een binkie. Als je hem op standje 9 zet, nou, poeh, dan ben jij het mannetje op de snelweg hoor. Hey. De snelweg. Ja, dan ben je snelweg. Hey. Kijk eens even gaan hé. Hey. Niet op, normaal. Lekker fietsje, man. Ja, deze gaat fucking snel. Ik zit echt nooit meer achterop eigenlijk. Sowieso, ik zit nooit op een fiets. Hij doet bijna. Hé, Wimpie. Kijk dan, hè, wat een binkenfiets heb jij. Nee, ik heb echt een binken. Ja, jij hebt echt zo'n binkenfiets, ja, inderdaad. Echt zo'n nerdfiets. Ja. Zo! Wow. Niet normaal, hé. Wow. Mannen! Het regent opeens echt keihard. En het waait. Lekker. Lekker hè? Mooi hoor. Ik heb mijn sleutels gepakt en ik ga nu naar beneden, want ik moet voor iemand de garage open doen. En jullie kennen hem allemaal, maar er is weer wat veranderd. En ja, het is bizar. Maar goed, ik laat het zo zien. Ja, bizar. Daar is hij weer. Kijk, en wie had dat verwacht? Ja, de groene kikker is weer terug. Ik vind het fucking dik dat hij weer terug is. Maar het had te maken met kentekens. Die Lambo die kwam maar niet op kenteken. Het duurde allemaal heel lang. En toen is hij er niet meer uitgekomen met het bedrijf wat die auto zeg maar verkocht aan Danny. En toen heeft hij zeg maar de groene kikker terug gekregen. Maar er komt wel weer iets nieuws aan. Maar goed, dat zien we allemaal nog. Zo, ja. Dan, ik moet je zeggen, het is een knom. Ik vind het fucking dik. Ja, wat ik ook tegen jullie zei, het blijft gewoon een soort van droomauto dit. Dus daarom, ja. Ik ben een beetje... voor jou, toch? Ja, ik ben een beetje... een verrassing voor jou. Oh, dit is voor jou. Oh, is dit een verrassing? Eigenlijk wel. Hé, Dan. En weet je wat ook nog eens is? Nou. Wij kennen elkaar nu... Wel een jaar. Sinds deze maand een jaar. Bizar, jubileum. Hè? We gaan vieren vanavond. Jubileum. En vanavond wordt gevierd. Diego is vanavond ook... zijn birthday bash. Dus het wordt gezelligheid. Mannen, ik heb een verrassing. Hallo! Dennert! Hey, waar is mijn bed? Oh ja! Oh wow, joh, geen hotel. Nee, geen niks geks doen, hè? Omdat wij al zo. Kom even bij ons. Nee, maar je gaat gek doen. Ik snee. Omdat we al een jaar bevriend zijn en ik was toen met Ella aan prijs. Ja. En we dachten eigenlijk, we hebben een cadeautje voor je gebracht. Dus alsjeblieft. We hebben heel mooi gekocht, jongens. We moesten gewoon echt heel erg aan je denken. We dachten dit. Ik dacht, dat vind je echt fantastisch. Ook omdat je zeg maar je nieuwe auto had. Oh. Oh.
een sleutelhanger van de Eiffeltoren. Nou, we gaan nu ook sleutelhanger, jongens. Wat lief. Wat lief. Kijk dan, dat is toch mooi? Maar waarom een I? Laat zien. Ja, dat I love... Danny. Ja, Paris. Ah. Ah. Mooi, hè, Dan? Ben je er blij mee? Ja, zal ik hem gewoon vanavond aan mijn oor doen, zo op mijn armband, zo. Ja, doe. Dat is wel jongens. Ook in Ricardo en Diego en nog veel meer mensen, dus het wordt een gezellige avond. Ah. Gio komt er ook, Jaro ook. Ik heb geen sleutel. Je hebt nooit een sleutel. Het is koud. Ja. Zijn dit je kindjes? Wat doe jij, maat? What the fuck? Ik heb dus gewoon gewonnen met Fortnite. Terwijl ik het echt net heb gedownload. Terwijl ik dacht, zo, iedereen is tering goed in Fortnite. Maar ik weet niet hoe het werkt. Is het dan zo dat, dan zeg maar omdat ik het al heel lang niet heb gespeeld. Ben je op de achtergrond? Huh? Ben je op de achtergrond? Wat een duimpje. Hij is trots. Oh. Nee, je bent gewoon aan het cheaten. Nee, maat. Ik heb geen idee. De codes. Ik heb dus echt heel lang niet Fortnite gespeeld. Maar ik, Ruben zei ook al, misschien dat je in zo'n slechte lobby wordt gezet. Omdat ze zien dat, dat je nooit speelt. Pik. Geef het gewoon toe. Eerste potje. 1 uit 1. Jij bent een gamer. Wat is er voor verkeerde volgorde? Orde. Gaan we niet doen. Weet je niet, Danny ging op de bank zijn. Dan, hoe heb je nou zoveel leuke vrouwen uitgenodigd? Oh. Ben je lekker aan het koken, jongen? Ik regel het altijd. Wel fijn dat als jij weer terug bent, dat er gelijk weer lekker wordt gekookt. Ja, toch? Nou, het is simpel, maar het is wel lekker. Het is heel, maar het moet simpel. We zijn met veel. Dus. Ja, we zijn met veel. Hey, vind je niet een beetje gek dat Danny zoveel meiden heeft uitgenodigd? Dat doen ze altijd. Altijd, maar het fixt toch niks. Dus wij kunnen er ons over. Dat is het, dat is het. Ja, dat is het, dat is het inderdaad wel. Hey! Voor de mannen achter de camera. Danny, kom op! Oh, Dan, wat vind je dat lekker. Ja, jij ook? Jij was ook aan het opstoken? Nee, jij was ook aan het opstoken. Nou, Amber, ik weet dat je moeder ook kijkt, dus hats, flats. Moeder kijkt, hè? Ja, ze drinkt echt veel te veel hier. Veel te veel? Je moet hem maar een keer komen ophalen, want dit werkt niet in. Dat kan niet meer. Dit is niks voor jou. Amber! Jij bent dit. Hé, hier, live beelden, hij wordt verkracht. Hij wordt verkracht. Hij is gek. Woe! Hij is gek. Kom maar. Kijk, we hebben een kleine speler op links. Ja. Hi, Vincent. Ik vond hem wel lekker. Nou jongens, kijk, het is weer een mooie brakke. Zo. Vies peuk. Hey, Joris. Hey, mannetje. Oké, ik spreek jou. Oh, jongens. Gisteren zijn we uit geweest en het was hartstikke gezellig. Iedereen is lekker een beetje bak. Maar goed, dat hoort erbij. Maar ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Zo ja, laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie dinsdag om 6 uur weer terug. Later.